En hallo mensen en we maken weer een videootje. Ja, ik zei dat ik nog had geprobeerd voor de video van België in te zetten. Maar er kwamen een paar wonderen langs. Dus het ging niet echt meteen. Tja. Maar ja, benieuwd. Prof. We gaan gewoon beginnen. Ik hoop dat we de wedstrijd met België wel winnen. En we gaan gewoon onze, ja, we gaan gewoon ons best doen. Wat een echte goede kopper. En ja, dat werd ook echt wel gevaarlijk. Die Algerije moet er vandaag misschien wel veel te winnen vallen met een 1-0 of zo. Ik verwacht gewoon een 1-0. Ik verwacht ook niet dat die erin ging. Ja, dat was misschien wel een beetje goed geïnteresseerd van hem. Erg spijtig dat mijn tweede pas ook niet is aangekomen. En ik stond bij het spel. Dus ja. Ik hoor een lawaai van buiten. Dat zijn zeker zo van die zotten. Dat hier weer is. Wat we aan het maken zijn. Om, ja, zo laat wanneer de mensen proberen te slapen. Waar mensen dan niet kunnen, omdat ze zotten, lawaai zitten te maken. Maar ja, goed. Ik ga tot zondag. Ik ga zaterdag niet meer kunnen uploaden en zondagavond pas. Ja, ik ben gewoon tijdelijk afwezig. Dus ja, ik kan naar vriend weer slapen. Altijd tof. En hij heeft zelf geen Wii. Hij doet het met een Wii. Hij heeft zelf geen PlayStation. Hij doet het met een Wii. En een Nintendo. Dus ja, die doet nog lekker ouderwets. Ja, boeiend. Nu gaan we ons focussen om te proberen te scoren. Is dat nu toe goed erg lukt?
En nogmaals, ja, weer sorry voor mijn slechte beeldscherm. Ik was het weer vergeten in te stellen. Om het ja wat donkerder te maken. Of lichter, wat jullie willen. Wat vinden jullie? Dat ik mijn beeldscherm ja, wat donkerder moet maken of lichter. Dat jullie beter kunnen kijken. What the fuck? Weer een tegendoelpunt? Ik zou dit niet echt een tegendoelpunt noemen hoor. Het is al de tweede. Ja. De eerste helft was best wel vrij saai. Ik upload deze video, want het is bijna 11 uur. Maar ik ga straks rusten, want ik moet echt onder de voet staan. Ik ga straks wel gaan slapen. Want ik moet wel weer voet opstaan, denk ik. En we scoren 1-1, Ben TK, woehoe. En ik ben ook wel stil, want ja. Nee, nou, is een slaap dus. Ja. Die moet morgen ook vroeg wakker zijn, dus ja. What the fuck? Nou, fouten, hoe zit het? Heel mooi uitgang. Ja, eindelijk. Allee! We moesten nog wat doorlopen. Als hij in de weg stond, dan hadden we 1-0 gemaakt. Dan hadden we vast en zeker 1-0 gemaakt. Ja, dat is wel allemaal niet heel makkelijk te zeggen. Als ik sommige dingen zeg, dan klopt dat wel betekenen dat ik echt al moe ben. Dus ja. Ja, we houden ons weer op de wedstrijd. Hoe al gereikeld met een aanval. Ja, goed zo. De TK sprint naar voren. De TK. Wow, zie je zo'n grote ruimte voor de TK? De TK schiet! Ah. Ah, we moeten sneller schieten. Ah. Oh, die bent nog wel eens doorgelopen, hè. Maar dat was dan zelf eigen doelpunt.
maakte ook één doelpuntjes. We beginnen nu een beetje tijd te rekken. Dat vind ik echt altijd kut. Als we hier tijd beginnen te rekken. Allee, wat was er? Wat was het probleem ermee? En we hebben jammer genoeg gelijk gespeeld 1-1. Op zich eigenlijk niet zo erg, maar ja. Tot de volgende keer. Ciao mannen. En Rusland staat eerste met 3 punten, België 2e. Het komt er goed uit. Tot de volgende aflevering. Later.